Gordon en verloofde uit elkaar, dramatisch etmaal in Australië, Gordon en zijn verloofde Gavin Ross zijn na een relatie van enkele maanden alweer uit elkaar, meldt privébaas Evert Santegoeds. Na anderhalve dag in Australië is hij alweer in Dubai. Het is volgens Evert Santegoeds over en uit tussen Gordon en zijn veel jongere verloofde Gavin Ross. De zanger vloog afgelopen weekend naar Melbourne om die knul te bezoeken. Maar anderhalve dag later werd hij alweer in zijn woonplaats Dubai gespot. Alles wijst erop dat Down Under alles op zijn kop is komen te staan. Relatie voorbij: Gordon heeft de afgelopen maanden zo'n beetje ieder moment van zijn liefdesavontuur met Gavin gedeeld op de. socials. De laatste story die we zagen was van zijn vliegreis naar Melbourne, maar sindsdien is er niets meer gepost. Dat geeft te denken, schrijft Evert in de Telegraaf. Hij vervolgt: Het lijkt erop dat de relatie alweer voorbij is of op zijn minst in heel erg zwaar weer verkeert. Gordon is onbereikbaar voor commentaar en heeft zich thuis in Dubai teruggetrokken. Gordon zwijgt, waarom zwijgt Gordon? Hij zou erg opzien tegen de golven van Hoon die hij lijkt te kunnen verwachten na zijn geluk zo van de daken te hebben geschreeuwd. Geluk dat nu dus alweer in de kreukels lijkt te liggen. Evert, als het voorgenomen huwelijk inderdaad alweer is afgeblazen. En daar lijkt het wel op nu de reis naar Melbourne uitliep op een dagtocht. Zullen veel mensen zich zorgen maken over Gordon, die het verloop van 2023 zich zo anders had voorgesteld? Reden van de breuk Gordon staat bekend om zijn stemmingswisselingen en deze breuk kan er wel eens heel hard inhakken. Maar wat is er nou precies gebeurd in Melbourne? Evert weet het nog niet. Wat er is voorgevallen in Australië is vooralsnog moeilijk te achterhalen. Yvonne Koldewijer een van de weinige mensen in de showmedia die Gordon een warm hart toedraagt, leeft in elk geval met hem mee. Awww, nee toch? Dat zou ik wel echt sneu vinden. Gordon en Gavin hebben hun gezamenlijke foto's nog niet van Instagram verwijderd.